zijn aan de leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, God de fur. Hier zijn we grandiozen. Erik, waar gaan we naartoe? Ja, ik ben aan het zoeken. Maar hij is aan het zoeken waar we naartoe gaan. Het is een woonadres. Bedrijf op woonadres, wat doen ze dan? Het organiseren van sportreizen, online sportreizen. Tom Schipper, sportbelevenis.nl. En zij zitten in de Sint Maartenstraat 27 in Groningen. Nou! Sint Maartenstraat. Off we go! Sint Maarten, oh, de koeien nou, hebben... Ik loop door hoor. Ja. Leuk is dit. Zit je lekker, joh? Heerlijk. Ja, dit is wel goed, hè? De zomer. We wachten op Tom. Tom Schipper. We kunnen met de bus niet komen. Ja, Tom Schipper die heeft Sportbelevenis. En dat is een bedrijf dat verkoopt sportreizen. Dus Tom zal het rustig hebben, vermoed ik. Kijk. Hey. Hey Tom. Hoe is het, kerel? Ja, het kan beter natuurlijk. Ik begrijp, jij bent net begonnen met je bedrijf. Ja, ik ben vorig jaar, anderhalf jaar geleden begonnen met mijn eigen sportbedrijf. Ik organiseer sportreizen naar binnen- en buitenlandse sportevenementen. Oh. Ja, dat is natuurlijk op dit moment helemaal ligt op zijn gat. Ben jij zwaar de sjaak, zeg maar? Ja, eigenlijk wel. De agenda's voor april, mei die stonden goed vol. En die liepen eigenlijk vanaf het uitbreken van de coronacrisis in Nederland volledig naar beneden. Dus het is gewoon echt nul op dit moment. Dat is echt categorie vette pech. Ja, absoluut. Hoe werkt dat? Als ik naar FC Milan met twee vrienden, dan kon ik dat via jou weten. Ja, absoluut inderdaad. En dat kan dan met de reis erbij, de kaarten, het hotel. Dat is eigenlijk volledig op maat. Dat is wat wij doen. Maar jij kijkt elke dag hoopvol naar de landen waar nog wel iets gebeurt. Ja, en er wordt al gesproken dat er in bepaalde landen weer gevoetbald gaat worden. Maar dat is dan zonder publiek. Ja, daar heb ik eigenlijk persoonlijk niet zo heel veel aan. Want, hè, wij willen juist de mensen naar de wedstrijden toe brengen. Ja. En dat is niet alleen het voetbal, maar dat zijn ook andere sporten. En, ja, het zit zelfs in je naam, sportbelevenis. Ja, dat absoluut. Is natuurlijk niet voor de televisie zit. Nee, klopt. Dus maar ging het goed? Ja, vorig jaar hebben we een heel volledig eerste jaar gedraaid en dat ging eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja. We hebben best wel veel orders binnengekregen, ook namens, dankzij de Hattricks Club waar ik dan ook gelijk bij aangesloten ben, van SC Groningen. We hebben heel veel aan te danken gehad. Ja, en ik had eigenlijk heel veel zin in weer een nieuw jaar, 2020, en beter te doen dan 2019. Ja, dat valt nu toch een klein beetje in duigen. Mensen, een sportbelevenis, als je weer naar een wedstrijd mag, met publiek, moet je dat even met hem doen, met Tom. Super Tom. Super Tom. God, kerel, nou, zet hem op. Ik heb een cadeautje voor jou. Oh, kijk. Een gebakken eitje? Of, Iets sportigs. Oh, kijk. Ik heb... en voetbal. Hey. Helemaal goed. Daar ga ik me helemaal goed mee vermaken de komende tijd. Die krijg ik natuurlijk van de FC. En, Erik, zijn we moe naar Tom. Oh, Christian ook. Hé, hey, Ineke. Ja. Christian, moet zien hoe lang dat haar is. Hilarisch. Gaat steeds verder omhoog staan. Oude nozen. Kom op de veuren, Tom. Kom goed. Tot snel in het stadion, Tom. Goed, even zitten. Hoi. Hoi, Tom. Kom de veuren. Hier zijn de grandiozen.